Yo, what up people, voordat deze video begint, eerst even iets anders. We hebben van de week te horen gekregen dat Niki Lauda overleden is. Voor de mensen die Niki Lauda niet kennen, Niki Lauda was een oud Formule 1 coureur met 3 wereldkampioenschappen op zijn naam. Hij had natuurlijk die heftige crash in 76, toen hij dus helemaal verbrand was. En zijn laatste overwinning was de Nederlandse Grand Prix in 1985. Een tijdje terug had hij een longimplantatie gekregen, maar zijn doodsoorzaak is niet echt naar buiten gebracht. Hij is 70 jaar geworden. Echt heel triest nieuws dus voor de Formule 1. Eerst Charlie Whiting een paar maanden geleden en dus nu zijn we Niki Lauda verloren. May he rest in peace. Yo, what up people, it's Herbie hier. En man, wat een race was dit. Monaco Grand Prix. Het einde was echt heel erg spannend dat Max achter Hamilton zat. Ik zat echt te denken van, gaat hij hem pakken of gaat hij hem niet pakken? Helaas is het uiteindelijk niet gelukt, maar het was wel echt even een spannend momentje. Laten we gelijk gaan kijken naar de race highlights van de Grand Prix van Monaco. Where it's lights out and away we go, and Hamilton gets away well. Bottas trying to cover up Verstappen, and then comes Sebastian Vettel. It's wheel to wheel, Bottas and Verstappen. Bottas just squeezes past the Red Bull there. Johnny Ranucci and Charles Leclerc taking the inside line, which you're not supposed to do at the start, and they try to stay out of trouble. Through Massalay we go. Hamilton ahead of Bottas, Verstappen, Vettel, and then Daniel Ricciardo ahead of Kevin Magnussen. Toro Rosso is almost getting in a bit of a heat. Nico Rosberg and Nico Hülkenberg behind them. Leclerc goes through. Oh, kijk, Leclerc kan eruit komen. There's contact. Kimi Räikkönen on Lance Stroll. Stroll was just straightened up a little bit there by the Alfa Romeo. They all managed to get through the low. Gaan ze snel door die tunnel, jongen. Charles Leclerc gets past Lando Norris and up in the 13th place. That was pretty bold. And you need a compliant rival at some point in there. The Ferrari has got through. The defense of Romain Grosjean didn't pay off there, and Leclerc ging maar net goed hoor. You've got to hand it to Leclerc. That was pretty smart. It didn't work at all. Charles Leclerc has gone through it again. This time he tangles with the Renault. And the Ferrari stuck by itself. I don't know if he's tapped the barrier on the inside. Ja, hij raakte gewoon de vangrail aan de binnenkant, waardoor hij dus een beetje dwars ging. En ja, hij probeerde het gewoon weer. Ik moet zeggen, dit is wat ik altijd heb op Monaco als ik het Formule 1 spel speel. Je denkt dat je die bocht kan halen, maar je bent natuurlijk breder aan de achterkant, dus in feite haal je dat niet. En dan ga je dwars. He tapped the barrier on the inside. He hit the barrier with his right rear. Ja. Oh, lekker bal. Oh, wat gaat die hard. Ja. Kijk die vloer. Hij gaat veel te hard. Ja. Oh, hij reed ontzettend hard, jongen. Oh, niet normaal. Die hele vloer ging stuk door het ronddraaiende rubber. Maar ik zag dit en ik dacht, waar heb ik dit eerder gezien? Checkered flag. McQueen has blown a tire! And with only one turn to go, can he make it? You fool! Bottas is away, and that must be an unsafe release, because Max Verstappen has come and very, very nearly touched as well. Yeah. And Max Verstappen has a 5-second time penalty for an unsafe release. Now we have got a car park at Raskas. George Russell, Nico Hülkenberg can get past. Robert Kubica can get past. Kubica and Leclerc are kind of stuck there. And this is blocking the track. Double waved yellows. Russell gets going. Leclerc gets ahead of Joe Bonazzi. But what caused this? Let's have a little look now. Down the inside of Joe Bonazzi. And spins. And niemand komt er meer door. Perez getting caught up as well. Charles Leclerc retires from his home race. Ja, zie je. Toch te veel schade. And this is Kimi Räikkönen. Again, it's a front seat to me. We saw it, Kimi. We saw it. You are bad. Just watching here, Kevin Magnussen and Sergio Perez going into the chicane. Magnussen defending hard. Beetje ellebogen gevecht. To stay ahead. Kevin goes to chicane.
I overtook him and he put the chicken. Ja, waar moet hij heen gaan? We got half the field all in one place, including the leaders trying to get through the back markers. This is going to get a bit exciting now as Hamilton. Ja, dit was mooi. Lance Stroll keeps out of the way of Max Verstappen as well. The car in front is a Williams. George Russell keeps out of the way. There's a chicane appearing at the back as Valtteri Bottas gets compromised a little bit by Lance Stroll, and it's getting even worse. Ja, Bottas wordt echt opgehouden daar. And Bottas now is stuck behind the racing point. Stroll will not be very popular with that one with Valtteri Bottas. My. I can't live up to the size he wanted it. So let's just thinking about it. If he managed at the same pace as the cars in front. Yeah, check the bomber, you want. I can't keep the car behind. Oh no. Can you not see that? Yeah, no problem, Lewis. Lewis needs this to rain for his particular race afternoon. Sebastian Vettel. You could argue with Verstappen having a 5-second penalty and Hamilton struggling, he's still sat in a very nice position as well. I don't know what you're thinking when you're tipping your tires on, man. You need to hope for a miracle. Right, Sarah, when you're ready, Max. Right, Sarah, to the end. Ik vind het echt vet als Max te horen krijgt van Mozeffen dat hij gewoon ervoor kan gaan. Het is een beetje spanning als je dat te horen krijgt tijdens de race. Dan weet je gewoon dat het gaat gebeuren. Of dat hij in ieder geval een poging gaat wagen. It's great news. Lewis parks the car. Kijk, kijk, kijk. Now Verstappen tries to switch back. That was super driving that. Wat een dive bomb, jongens. Ze raakt elkaar. Wat een dive bomb, jongens. Dit had echt anders af kunnen lopen, ik zweer het. Max had echt de race van Hamilton kunnen verpesten en de race van zichzelf. Want wat moest er gebeurd zijn als de wielen echt op elkaar kwamen en dat Max gewoon gelanceerd zou worden of iets geks gewoon. Ik bedoel, dat had echt anders af kunnen lopen. Maar ja, toch, je weet gewoon dat Max ervoor gaat. Je weet dat hij dit soort inhaalpogingen gewoon gaat wagen. Ik bedoel, het maakt hem niet uit hoe het eindigt. Maar ja, echt, het is wel spannend. Op zich is dit wel wat we willen zien, weet je. Maar uiteindelijk is het goed afgelopen. Max ging er gewoon voor. Hamilton's now gonna make it 3 victories around the streets of Monte Carlo. And extend his lead at the top of the championship. Hamilton wins the Monaco Grand Prix. Sebastian Vettel and Valtteri Bottas cross the line. And with Max Verstappen's 5-second penalty, they will take their place on the podium. Get in there, Lewis. Lewis, that was a victory worth, Nicky. Well done. Unbelievable job. Congratulations. Yeah. Carlos Sainz, Danny Kwiat, Alex Albon, Romain Grosjean and Daniel Ricciardo. Kijk, Lewis Hamilton, hij heeft het volgehouden. Hij heeft uiteindelijk de race gewonnen. Ja, Max Verstappen, door de penalty is hij dus eigenlijk teruggevallen naar de vierde plaats, zoals je ziet. Vettel was achter Max, dus die is uiteindelijk tweede geworden. Daarachter zat Bottas, die is derde geworden. Gasly is toch, ja, er achteraan aan het rijden, soort van. Hij komt niet echt, hij is niet echt aan het vechten met die top 4. Maar goed, hij heeft toch wel de punten binnengehaald voor deze race dan. En jongens toch, Carlos Sainz. Hij doet echt een hele goede job bij McLaren momenteel. Gewoon op de 6e plaats, gewoon het hoogst haalbare voor McLaren en het middenveld. Fiat en Albon, goed op de 7e en 8e plaats. Gewoon een mooi punt gepakt voor Toro Rosso. Ricciardo toch nog in de punten, zal blij zijn. Grosjean toch nog 1 punt gepakt. De snelste ronde voor Gasly ook. Well, complete the points for Mercedes. It has been a week where they have mourned the loss of their teammate and friend and valued team member Nick. Dit wil ik trouwens ook nog even laten zien, want kijk eens even. George Russell gewoon 15e plaats. Je zou zeggen, het is toch niets bijzonders, 15e. Je pakt geen punten. Maar ik bedoel, kijk, als je de Formule 1 volgt dit jaar, dan weet je dat de Williams gewoon niet vooruit te branden is. Rocket Williams. En ja, om dan toch te eindigen voor Lance Stroll, Kimi Räikkönen, Kubica, Giovinazzi.
Dan ja, is wel gewoon een goede prestatie van George Russell. Het zou me niet verbazen als hij volgend jaar misschien naar Force India gaat, misschien wel. Of niet Force India, ik bedoel Sport Pesa Racing Point F1. Ik vind het nog steeds een kutnaam. Maar goed, het zou me niet verbazen als hij volgend jaar daarheen gaat. Oh, kijk eens. Hamilton nog bovenaan. Achter nog steeds Bottas. En daarna Vettel. Max wel boven Leclerc in het kampioenschap. Komt hij nog boven Vettel terecht. Want het scheelt maar 4 puntjes. Dus wie weet komt hij nog erboven. Goed mensen, dat was de Grand Prix van Monaco. Op naar de volgende race. Het zal mij benieuwen wat dit kampioenschap nog voor ons gaat brengen. Want dit was toch wel weer een beetje een iets spannende race. Vond je het nou een leuke video? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Laat een leuke reactie achter. En ik zie jullie weer in de volgende video. They ask me what my music's about. Stories of love, maturity, and those that truly did doubt. Cause I got nothing to prove. Camera phones always aiming at these pretty hoes. You think they starring in screenplays where they take a pick and roll. I'm tuned with the